Ambassadeur Pek Fung Hoshang heeft op 5 september haar geloofsbrieven overhandigd aan keizer Naruhito van Japan, waarmee zij officieel is benoemd als niet-residerend ambassadeur van Suriname in Japan met standplaats in Beijing. Voorafgaand had ze een ontmoeting met de Japanse vice-minister van Buitenlandse Zaken, waarbij onder andere de samenwerking tussen Japan en Suriname en de CARICOM werd besproken. Japan en de CARICOM vieren in 2024 hun 30-jarig samenwerkingsjubileum. Hoshang sprak haar inzet uit om de samenwerking verder te versterken. First Lady Melissa Santokhi Senachery heeft een toespraak gehouden tijdens een high-level event georganiseerd door de Oekraïense First Lady Olena Zelensky, waarbij ook de Amerikaanse First Lady Jill Biden aanwezig was. Het evenement, met als thema Securing the Future for Children, richtte zich op verbetering van onderwijs, gezondheidszorg en kinderrechten. Santokhi Senachery deelde onder andere haar succesvolle kindvriendelijke projecten in Suriname. Het evenement werd mede georganiseerd door landen als Suriname, Estland, Belize en UNICEF. Het ministerie van Economische Zaken roept ondernemers dringend op om te stoppen met het hamsteren van gascilinders, wat onnodige schaarste veroorzaakt en de gaslevering in gevaar brengt. Het is verboden om zonder toestemming grote hoeveelheden gascilinders op te slaan. Overtreders riskeren boetes en andere sancties. Het ministerie blijft streng toezien op naleving van de regels en vraagt om medewerking om de gasvoorziening in Suriname veilig en stabiel te houden. Klachten kunnen worden ingediend via 1940 of WhatsApp.